Vandaag is op de St. Stevenstoren in Nijmegen de Pridevlag gehesen ter ere van Coming Out Day. Deze dag staat wereldwijd in het teken van het vieren van diversiteit en het creëren van bewustzijn rond seksuele geaardheid en genderidentiteit. Het hijsen van de vlag markeert ook het begin van diverse activiteiten die deze maand worden georganiseerd. Vandaag is in het Nijmeegse centrum een belangrijk signaal van inclusie en acceptatie afgegeven. Op de iconische St. Stevenstoren is de regenboogvlag gehesen door onder andere wethouder inclusie Cilia Damen. Ik vind het heel belangrijk als wethouder inclusie om de stad Nijmegen te laten zien dat wij willen dat iedereen in deze stad mag houden van wie die wil en kan zijn wie die is. Het hijsen van de vlag is niet de enige activiteit die georganiseerd wordt om Coming Out Day te vieren. En we hebben natuurlijk Schools Out, dat is een heel mooi programma waarbij we op scholen komen om overal het gesprek hierover aan te gaan en afgestemd op de leeftijdsgroepen waar we zijn. Ik denk dat dat een hele mooie manier is. En nu in deze week hebben we ook heel veel culturele activiteiten en leuke plekken waar je door middel van film of boeken ook over het onderwerp meer te weten kan komen. Wethouder Damen benadrukt dat het nog altijd belangrijk is om dagen zoals deze te blijven vieren. Dat Nijmegen een stad voor iedereen is en dat wij ook weten dat soms mensen binnen de regenbooggemeenschap nog tegen discriminatie aanlopen. En dat wij juist voor hen daar willen zijn en zorgen dat we een omgeving hebben waarin iedereen zich veilig kan voelen.